Het vertrouwen van de nabestaanden van de 8 december slachtoffers is toegenomen in het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Dit zegt Hugo Esset, advocaat van deze nabestaanden, vanmorgen na de uitspraak van de kantonrechter. Esset geeft aan dat kantonrechter Alida Johans de derde rechter is die de amnestiewet heeft verworpen. Tijdens de voortzetting van het strafproces vandaag waren de verdachten John Harjoprayidno en Harvey Narendorp opgeroepen. De advocaten van de verdachten, respectievelijk John Kraag en Erwin Kanhai, hebben bezwaar aangetekend waardoor de inhoudelijke behandeling niet kon plaatsvinden, zegt Esset. Die verweren kwamen kort gezegd neer op 1. Dat in de tijd er geen juiste kennisgeving van verdere vervolging had plaatsgevonden. 2. Dat de dagvaarding die vorig jaar is uitgebracht niet rechtsgeldig is. 3. Dat de kantonrechter niet bevoegd zou zijn om te berechten deze twee verdachten. En 4. Dat de amnestiewet nog steeds van toepassing is en dat daarom het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk zou zijn. De kantonrechter, meester Johans, heeft in een goed gemotiveerd, wat mij betreft, je zou kunnen zeggen waterdicht vonnis, alle excepties of alle verweren van de twee verdachten verworpen en heeft beslist dat de rechtszaken tegen hun voortgezet zullen worden en weliswaar met de inhoudelijke behandeling die gaat starten met het horen van getuigen op 8 februari aanstaande. André Misikaba, fractieleider van de NDP, heeft onlangs in de Nationale Assemblee verduidelijkt dat de amnestiewet wel van toepassing is. Deze wet is volgens hem door de vorige regering gemaakt en aangenomen. Wat wij als regering hebben gedaan is de periode van de wet verlengen, maar we hebben niets anders veranderd aan de wet, benadrukte Misikaba. Wat wij hebben gedaan 2012 en de reden waarom ik dit weer bespreek, omdat het toch wel goed is dat we elkaar vragen om onze instituten niet te schofferen. Wanneer de Nationale Assemblee een wet aanneemt op de door de grondwet voorgeschreven wijze, dan kunt u hooguit zeggen, ik ben niet eens met die wet, Minoloba-wet. U kunt zelfs zeggen, ik hou niet van Misikaba of wie dan ook hier. Maar wanneer we een wet hebben gemaakt voor Suriname, dan is het wet voor Suriname. En als die wet niet wordt gewijzigd, aangepast, dan is het wet voor dat land. Dus wanneer mensen praten over zelfamnestiewet en dat voor koeterwals, dan begrijpt u, voorzitter, dat vind ik dat we onze eigen instituten inboren. En ik denk dat we dat moeten doen. Dus dat betekent, deze wet, en misschien als u verder leest, helemaal aan het eind, gegeven te Paramaribo de 19 augustus 1992, R.R. Venetiaan. De vicepresident, voorzitter van de Raad van Ministers, J.R. Adjoja. De minister van Justitie en Politie, S.K. Girja Singh. Uitgegeven te Paramaribo de 19 augustus 1992, de minister van Binnenlandse Zaken, J.S. Sissal. Die wet is door Venetiaan gemaakt. En dit deel van die wet, artikel 3, hebben we niet aangeraakt. En dat is wat ik steeds betoog en mensen probeer te zeggen. En nogmaals, u kunt vinden, ik hou niet van de regering, ik hou niet van dit parlement. Wanneer we een wet hebben gemaakt in dit land, dan is het wet. Ja? En voorzitter, wanneer ik dan steeds betoog, is dat wat ik bedoel. Dat de wet aangeeft dat in elke fase van het strafproces, vanaf voorbereidend onderzoek tot vervolging, tot zelfs wanneer mensen in detentie zijn, de mensen die genoemd zijn in de wet als te vallen onder die amnestiewet, voorzitter, de wet zegt, im libdesma vrij. Dat is wat de wet zeg niet Misikaba. En als u vindt dat deze wet niet goed is, dan moet u een meerderheid zoeken in het parlement en dan moet u die wet gaan wijzigen. That's all the ball is playing. En voorzitter, het is wel goed om dit te benadrukken en ik hoop dat de pers ons helpt om dat ding wat men noemt de wet zelf amnestiewet en dat soort dingen, dat we dat niet meer doen, voorzitter. Aldus André Misikaba, fractieleider van de NDP, afgelopen dinsdag tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Nationale Assemblee. Vanmorgen is het 8 december strafproces voortgezet. Rechter Alida Johans heeft alle excepties van de verdachten verworpen.